Sanne Schuurman studeerde af aan de Design Academy Eindhoven. Ze is ontwerper, art director en een van de medeoprichters van Envisions. Envisions is een collectief bestaande uit 22 ontwerpers met een gedeelde fascinatie voor materiaalonderzoek. Het collectief heeft als doel een succesvolle brug te slaan tussen ontwerpers en industrie. Naresh Ramjas is chef, foodstylist, finalist Masterchef Holland en vormgever. Tijdens zijn studie aan de Design Academy Eindhoven zag hij dat je met eetbare materialen veel sneller kan ontwerpen dan met hout en metaal. Tegenwoordig is hij curator en chef van Creative Food Studio en pop-up initiatief Naresh Strand. Sanne, Naresh, hartstikke welkom hier aan tafel. Twee verschillende disciplines die een beetje de kruisbestuiving aangaan wat betreft inspiratie. En Naresh, jij gaat straks in de keuken ons verrassen, maar we gaan eerst hier aan tafel even inzoomen op Sanne. Sanne, je houdt je bezig met materialen als ontwerper zijnde. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, zeker. Ik ben het niet alleen. We zijn met een hele groep. En eigenlijk zoeken we juist de materiaalindustrieën op om daar verandering in teweeg te brengen. Je ziet daar dat de focus heel erg ligt op het commerciële gedeelte, op het zoveel mogelijk geld binnenhalen, waar in de tijd van nu toch ook wel transitie nodig is. En materialen worden overal om ons heen toegepast en in alle producten. Dus wij denken dat we daar wel een verschil kunnen maken. Voor wat voor opdrachtgevers doe je dat onder andere? De eerste echte grote klant voor ons, of waar we echt de fabriek in mochten, was een houten Spaanse houtfabrikant, Finsa. Daar is onder andere ook dit werk een onderdeel van. Maar je kunt ook denken aan een betonfabrikant, Morsinkhoff, waarbij we voor gemeente Eindhoven een onderzoek naar de nieuwe straatsteen hebben voortgezet, zeg maar. Of een plastic gerecycled materiaal. Een fabrikant die daar nieuwe producten van probeert te maken en ons heeft gevraagd mee te denken. Speelt recycling überhaupt een grotere rol tegenwoordig in jullie werk? Ja, het is voor ons ook wel iets wat we normaal vinden. Zo van, je denkt daar hoe dan ook wel over na. Ja. Vanuit restafval dus weer wat creëren. Is dat iets wat jij ook veel toepast in de keuken? Ja, een beetje hetzelfde verhaal eigenlijk. Hè? Dus je denkt er al van tevoren al over na. Maar het grappige is dat je soms wel, ben je bijvoorbeeld een groente aan het schillen, ik noem maar wat. En dan denk je van, wow, kan ik niet ook iets met dat schilletje doen? Hier gaan we iets van maken. Er ontstaan kleuren, texturen, in jouw geval smaken. Ja. Jij hebt eigenlijk een beetje dezelfde constructie. Je bent ook opgeleid aan de Design Academy, maar jij staat in een prachtige keuken. Zeker. Dus als ontwerper gebruik jij eten waarschijnlijk ook, hè, als snel materiaal. Ja, het is wel echt een voordeel, want je gaat iets bereiden en het kan binnen een kwartier kan het klaar zijn. En toch ben ik in mijn hoofd bezig met een soort ontwerpje. Het moet er mooi uitzien, het moet spannend zijn, het moet indruk maken. Maar het kan wel een stuk sneller dan een stoel, snel inderdaad. Materiaal. Maar dat wil niet zeggen dat het ook echt fastfood moet zijn, absoluut niet. Hè, misschien heeft het al heel veel tijd gehad op de boerderij bijvoorbeeld. Een mooi materiaal. Ja. Ja. Heb jij toevallig, want jij komt hele andere materialen tegen, denk ik. Kun je een voorbeeld geven van een heel innovatief materiaal wat je onlangs bent tegengekomen? Ja, sowieso is voor ons een snoepwinkel, elke fabriek die we binnenkomen, om te zien wat er allemaal kan. En ik denk ook dat onze rol heel erg is om, en daar zijn we later achter gekomen, maar wij geven de mensen die in die fabriek werken waarde aan hun kennis. Dat hebben ze vaak zelf niet eens zo door, wat ze allemaal van kennis hebben. En doordat wij bepaalde vragen stellen, met hen samen aan het werk gaan ze ineens ook snappen hoe ze hun kennis ook anders nog in zouden kunnen zetten. Met wat ze al doen, kunnen ze nog veel meer doen. Maar er is wel één project waar daar werken we op dit moment aan. En dat is met een bedrijf uit Duitsland die allerlei materialen test. Dus die zijn veel technischer, zijn engineers, kijken ook heel anders naar materialen. En zij hebben de afgelopen jaren een gare ontwikkeld uit gerecycled textiel, maar ongesorteerd textiel. En ze hebben het voor elkaar gekregen dat dat sterk genoeg is om toe te passen in de auto-industrie. En dat is voor ons wel echt iets heel tofs om mee te mogen gaan werken. Maar vooral het feit dat dat in de auto-industrie toepasbaar is, waar je ontzettend hoge kwaliteiten moet behalen, zeg maar. Dat maakt het wel heel interessant om daar bij in te mogen stappen. Ja. En Naresh, we hebben jou de vraag gesteld om op basis van inspiratie die je opdoet uit het werk van Sanne een gerecht te gaan creëren. Zou je ons kunnen meenemen in dat wat jij inspirerend vindt aan Sanne? Aan Sanne haar werk. Ja, zeker. Nou ja, ik zie altijd gewoon in elk werk van haar heel veel kleurgebruik, heel veel verschillende materiaalgebruik.
En ja, dat breng ik dus ook terug in het gerecht. En dat zijn vooral structuren van de ingrediënten. En ook vooral ingrediënten die misschien best wel om je heen hier en daar al te vinden zijn, maar die vaak blijven liggen of dat mensen gewoon vergeten dat die er überhaupt zijn en veel meer naar de exotische dingen kijken. Kijk ik vooral naar wat echt heel dichtbij is en vooral in Nederland. Ik ben al nieuwsgierig, weet je dat? Ja, ik heb wel een leuke, misschien een interessante vraag. Voedsel is natuurlijk ook een materiaal. Hoe kijk jij daar tegenaan en heb je daar ook al wat ervaring mee? Nee, daar hebben we nog geen ervaring mee. Behalve dat we natuurlijk wel hebben gezocht en zoeken als we een samenwerking hebben met een industrie, om daar toch iets van een moment aan te koppelen waarbij we gezamenlijk eten en dan ook een chef uitnodigen die begrijpt wat wij doen. En misschien is het wel heel interessant om dat nog verder uit te breiden. Toch denk ik dat Naresh daar ook heel goed in is. Ja. Ook juist vanuit je ontwerpersachtergrond, denk ik. Nou, dit zou wel een mooie koolsla kunnen zijn, toch? Ja. Wat zit hier precies in verwerkt? Dit is eigenlijk een vrij standaard chipboard. Dus hout, splinterspanen. En die worden samengeperst. Maar bij ons, of Thomas Trum heeft hier aan gewerkt uit het collectief. En hij heeft gedacht, wat als ik die houtsnippers eerst ga kleuren en niet naderhand een laag toevoeg. Dus voordat ze de pers ingaan, zijn die gekleurd. En je hebt dan een proces dat ze het moeten afschuren om het oppervlakte glad te krijgen. En dan zie je dus dat het hout weer zichtbaar wordt door al die kleuren heen. Een prachtige textuur-kleurcombinatie. Ja. Nou, ik ben ook heel erg benieuwd naar de textuur-kleurcombinaties in de keuken. Ja. Dus ik stel voor dat we van tafel gaan naar de keuken en dan gaan we jouw domein in. Helemaal goed. Naresh, we zijn in de keuken, jouw domein. We hebben net aan tafel gehoord hoe Sanne haar verhaal jou heeft geïnspireerd. Dat heb je omgezet in een gerecht en dat ga je bereiden. Ja. Neem ons mee op reis. Nou, het zijn allemaal Nederlandse ingrediënten, behalve olie en zout. Zo heb ik een pompoen echt bij de boerderij gehaald. Dit is een mooie groene pompoen en waarvan je de schil ook gewoon kan eten. En dat vind ik toch een soort van materiaal die misschien heel veel mensen weggooien. Die beginnen bij een pompoen standaard met schillen. Maar juist hierin zit heel veel vitamine. Is heel lekker, een beetje nootachtig van smaak. En ik dacht, we gaan hiermee een gerecht maken. Zaadjes kun je ook nog gebruiken. Daar kun je natuurlijk pompoenpitten. Die kennen we allemaal. Maar het leuke is ook pompoenpitten kun je ook gewoon weer in de granola doen. Als je gaat kijken waar die allemaal in zitten, kun je die dus ook gewoon bij je ontbijt gebruiken. Sanne, als jij de pompoen zo als materiaal ziet, waar denk jij dan meteen aan? Nou ja, het is wel interessant inderdaad om er even weer met andere ogen naar te kijken. En dan zie je de buitenkant, wat echt wel een textuur heeft. En dan die pitten binnenin. Ja, ik heb nog nooit zo mijn eten bereid, kijkende als zijnde dat het materiaal is. Dus dat is eigenlijk wel grappig om eens anders te doen. Ja. En ja, gewoon pompoen van hier. Koop niet zo'n ver weg is dan pompoen, dat is niet echt nodig. Je hebt je laten inspireren door Sanne haar werk. Heb je dan bij dit gerecht ook meer gekeken naar kleur en textuur dan naar smaak? Ja, eigenlijk wel. Want ik vond dit bijvoorbeeld ook een mooi product om erbij te gebruiken. Dat is paarse boerenkool. Ja, het had ook gewoon groene boerenkool kunnen zijn. Er zit niet heel veel smaakverschil in. Het is iets stugger, iets dieper misschien van smaak. Maar het is toch ook wel omdat het er echt waanzinnig uitziet. Gewoon heel simpel, dus wat olie, zout, peper. Ik heb wel echt van dat lekkere zout, van dat Franse fleur de sel zout. Ja, in Nederland hebben volgens mij bijna geen zout, dus daar moet je wel even de grens over. Ja, en dit gaat gewoon in de oven. Eerst wat hoge temperatuur en daarna wat lager. Een groentegerecht, vegetarisch gerecht, vind ik het lekkerst met een goede saus. En dan kijk je in de Franse keuken, daar zijn alle goede sausen natuurlijk bedacht. En een van de mooiste vind ik een beurre blanc, omdat we die gewoon met allemaal Nederlandse producten ook kunnen maken. Dus normaal gebruik je daar een shallotje voor, maar ja, goede biologische Nederlandse ui is ook prima. Dat doe je dan in de pan. Ook hier gebruik jij de schilletjes van? Ja, schilletjes gaan er ook gewoon in, inderdaad. Dat is wel grappig. Daar zit ook weer gewoon superveel smaak aan. Pak ik een bakpannetje. Daar bakken we de paarse boerenkool in.
Die heb je zelf opgepeekt. Ja, die heb ik zelf in mijn tuintje. Dat is echt superleuk. Dat groeit best wel makkelijk. En ja, dan kun je het ook plukken zodra je wil eigenlijk. Dit is nog best wel jong. Dat is eigenlijk normaal echt een soort wintergroente natuurlijk. En nu zijn ze nog vrij jong, vrij klein. En dan is die ook zo ja, net wat zachter. Dat is dan toch weer dat materiaal van... Het zijn wel fascinerende kleuren. Ja. Hou je ook bezig met trends op het gebied van ingrediënten? Ik weet, boerenkool is een tijd geleden... In New York was dat helemaal hip and happening. Alles was met kale shakes, kale salade. Is dat iets waar jij je ook mee bezighoudt? Ja, zeker. Food trends zijn ontzettend belangrijk. Maar ik vind dan vooral ook belangrijk om te kijken waarom is het een trend. En wat vooral het geval was met boerenkool... was dat veel meer mensen gingen letten op hoe gezond eten we eigenlijk. En waar komt jouw culinaire inspiratie of kennis eigenlijk vandaan? Ja, dat zijn toch wel door heel veel chefs van over heel de wereld. Maar ook, ook van dichtbij hoor. Dus ook gewoon vooral, en dat denk ik toch alweer dat het een beetje komt van de Design Academy, dat je gewoon ja, echt verder gaat kijken. Dat je dan zo'n ingrediënt hebt en denkt van oké, dit kan je ermee, maar wat kun je er allemaal nog meer mee? Maar ja, veel uit goede kookboeken en wel veel blijven werken en leren. En uiteindelijk heb ik dus ook echt veel geleerd in Masterchef bij dat tv-programma waar ik aan meedeed. Is dit gerecht een gerecht wat je al vaker gemaakt hebt? Of heb je dit specifiek zo gemaakt nu voor Sanne? Nou, ik heb het wel eens vaker gemaakt, maar dan met wel een paar minder mooie producten. En dat is niet dat het dan speciale producten zijn, maar die paarse boerenkool of zo. Dacht ik, oh, dat is nu al echt te gek erbij. En wat meer extra bloemetjes geplukt, speciaal voor jou. Dank je. De rest vroeger werden die bloemetjes op het bord culinair gezien in de keuken nog helemaal niet zoveel gebruikt. Nee. Dat is wel iets wat heel erg is opgekomen. Het voegt natuurlijk heel veel kleur, maar ook smaak toe. Ja, dus ik gebruik wel echt de bloemetjes die ook smaak hebben. Dus ik zou nooit viooltjes op het bord gaan leggen, want dat is geen toevoeging, vind ik. En nu ben ik dus wel aan het freestylen, hè? Dus gewoon, oké, kijk een beetje zo. Kan je net een compliment geven. Het blijkt helemaal vanzelf te gaan doen. Nou, dan ga ik nog iets anders maken. Nog iets, ja. Dit is wel echt leuk. Dit zijn eekhoortjesbrood paddenstoelen gedroogd. Ik heb die dus gedroogd in een droogovertje, maar dat kan dus ook thuis op de verwarming. Die doe ik in een vijzel. En dan ga ik hier nog even een klein poedertje van maken. Want dit heeft zo'n diepe smaak. Dat is echt ongekend. Zo. Maar dit is dus gewoon een heel vegetarisch gerecht met bijna alleen maar Nederlandse ingrediënten. De finishing touch. En dus nog een beetje van deze mooie poeder. Paddenstoelenflakes. Ja, het is in ieder geval super kleurrijk. Ik zie heel veel verschillende texturen. Ja. Laten we lekker aan tafel gaan en het gaan proberen. Zeker. We zitten lekker aan tafel met een prachtig bordje voor ons. Nares, kun je nog even kort toelichten wat je precies hebt gedaan met de inspiratie van Sanne naar jouw gerecht toe? Nou, ik heb denk ik gewoon een heel Nederlands... gerecht gemaakt met heel veel groenten en veel smaak en structuren. Ik ben heel benieuwd. Ja. Ziet er heel mooi uit. Zeker ook. Ik denk dat het tijd is dat we het gaan proeven. En ik ben heel benieuwd, Sanne, of je jezelf herkent. Of je eigen werkwijze in het gerecht. Smakelijk. Dank je. En smakelijk. Nou, allereerst ziet het er super smaakvol uit al. Mm. Veel verschillende smaken. Ja, hè? Bijzonder, ja. Genoeg materiaalkeuze op het bord. Absoluut, ja. Ik weet ook niet wat ik als volgende hapje zou moeten nemen.